Zo hé, sporten tijdens de Ramadan. Klinkt als een uitdaging, toch? Denk er eens over na. Meer dan 1 miljard mensen over heel de wereld onthouden zich van eten en drinken gedurende een hele maand. In sommige delen van de wereld betekent dat wel 20 uur niet eten en niet drinken. Je hoort het goed. Voor de sportieve moslims rijst dan ieder jaar een hele belangrijke vraag. Hoe combineer je het vasten met het sporten? Mijn naam is dokter Meerwijs Merop. En ik ben dokter Yaad Mohammed. En vandaag gaan we jullie begeleiden in hoe je gezond en verantwoord kunt sporten tijdens de Ramadan met een aantal tips en tricks. Let's go! Laten we beginnen bij het begin. De vochtbalans. Dit is essentieel, of je nou traint of niet. Om een goede balanshierin te bereiken, wil je 1. Genoeg water drinken en 2. Onnodig zweten vermijden. Hoeveel water moeten we eigenlijk drinken? Nou, dat hangt af van verschillende factoren, zoals je lichaamsbouw, lengte en hoe actief je bent gedurende de dag. Het idee is dat je binnen het eetvenster net zoveel zou drinken als je normaal gesproken zou doen buiten de Ramadan. En geloof me, dat kan aardig wat zijn, wat het een uitdaging maakt om aan genoeg waterinname per dag te komen. En nog een gouden tip, drink ook drankjes die rijk zijn met elektrolyten, zoals coconut water. Als je echt extreem bent, kan je ook iets toevoegen zoals orale rehydratieoplossing aan je drankjes. Dit is echter niet zo heel lekker. Bovendien is het slim om onnodig zweten te vermijden. Denk er eens over na. Een bezoek aan de sauna tijdens de Ramadan of het lopen van een marathon in de volle zon zijn nou typisch voorbeelden van dingen die je beter kunt laten. Het zijn activiteiten die je alleen maar meer zullen uitdrogen wat je echt wil vermijden. Laten we het hebben over voeding, een cruciaal onderdeel van je Ramadan routine. Het maakt niet uit wat je doel is, afvallen, aankomen of je gewicht behouden, genoeg eten is essentieel. Als je doel is om aan te komen, kies dan voor voedingsmiddelen met een hoge calorie tot volume ratio, zoals noten. Die helpen je meer calorieën binnen te krijgen zonder dat je je te vol voelt. Aan de andere kant, als je niet wil aankomen of juist wil afvallen, eet voedsel met een lage calorie tot volume ratio, zoals groenten bijvoorbeeld. Om dit goed te illustreren, 1 kilo sla is gelijk aan 140 calorieën. Dat is gelijk aan 25 gram amandelen. En onthoud, als aankomen je doel is, probeer dan vaker kleinere maaltijden te eten. Dit voorkomt dat je in 1 keer te vol raakt en maakt het makkelijker om je totale calorieinname te verhogen. Maar als je juist wilt afvallen, overweeg dan om minder, maar grotere maaltijden te eten. Dit kan je helpen om minder calorieën te consumeren terwijl je toch een voldaan gevoel behoudt. In alle gevallen, het belangrijkste is om genoeg te eten. Wanneer de tijd om te eten beperkt is zoals tijdens de Ramadan, is het verstandiger om te focussen op intensiteit boven kwantiteit. En dit geldt vooral voor de grotere atleten onder ons. Dus wat raad je ons aan voor onze trainingsschema's tijdens deze periode? Het is sterk aan te raden om een schema te volgen waarbij je focust op het behouden van de intensiteit die je gewend bent. Dit houdt in dat je net zo zwaar of intensief sport als je gewend bent, maar wellicht voor een kortere duur. Dus bijvoorbeeld niet 2 uur, maar 1,5 uur. Maar dat betekent niet dat je geen schema voor spiermassa kunt volgen, toch? Precies, het volgen van een spiermassaschema is zeker mogelijk, maar het vereist veel meer inzet. Je moet meer eten en meer drinken om het meeste uit je trainingen te halen. Want je trainingen die vereisen meer volume, wat houdt in meer reps en meer sets, dus langere trainingssessies. Alleen als je denkt dat je de extra inspanning kunt leveren, zou ik het aanbevelen. Dus aanpassen en slim trainen is de sleutel. En voor de duursporters onder ons, hoe passen we onze trainingen aan zonder de hele dag te kunnen drinken? Hele goede vraag. Voor duursport is de aanbeveling om zowel je intensiteit als duur aan te passen. Plan je langere duurtrainingen voor na het iftar, wanneer je lichaam gehydrateerd is en vol energie zit. Lichte cardio kan ook voor suhoor, als je lichaam nog enige brandstof heeft van de maaltijd van de avond ervoor. Blijf gefocust, blijf gezond en gebruik deze heilige maand als een kans om zowel geestelijk als lichamelijk te groeien. Laten we het nu hebben over workout timing. Wanneer moet ik nou eigenlijk sporten? 'S Ochtends? Voor iftar? Na iftar? Wederom een hele goede vraag. Dit verschilt denk ik heel sterk per persoon. Wel laten enkele wetenschappelijke studies zien dat er een voorkeur is voor het trainen na het verbreken van het vasten, zodat je lichaam vol met energie aan de slag kan. Interessant.
Ik heb die studies ook gelezen, maar zoals je zegt, het is per persoon anders. Voor mij sport ik het liefst net voor het eten. Dat zou heel goed voor jou kunnen werken, Jaad, en ook voor andere mensen. Het is dan wel aan te bevelen om te trainen op een tijdstip dat je relatief kort daarna weer kan eten. Kortom, timing van sporten is persoonsafhankelijk. Kijk wat voor jou werkt, laat je begeleiden door een coach als je dat nog niet weet en train vooral veilig. Heel goed punt wat je nu inbrengt, Jaad. Begeleiding en coaching kan je heel erg helpen om goed door de maand heen te komen. In je trainingsschema keuzes of hoe je je dieet gaat aanpassen, kun je natuurlijk goed gebruik maken van experts die jou verder kunnen helpen, ook in deze maand. We hebben een heleboel dingen besproken. We hebben het gehad over genoeg drinken. Probeer genoeg te drinken, maar probeer ook genoeg te eten. En pas dat aan je doelen. En als we het over doelen hebben, je trainingsdoelen, die moeten we ook aanpassen. Focus op intensiteit boven kwantiteit. En als allerlaatste, de timing van het sporten, heel belangrijk. Ik ben dokter Jaad Mohammed. En ik ben dokter Mirwais Merab. En wij wensen jullie allemaal veel succes met de Ramadan. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak.